Hallo en welkom terug bij de vierde video in de training e-commerce in China. In de vorige drie video's hebben we gekeken wat de status is van internet en e-commerce in China. Vervolgens zijn we gaan inzoomen op Alibaba en op Pinduoduo. Voor deze vierde video ga ik ervan uit dat je in de reader die je hebt meegestuurd gekregen bij deze training, dat je daar deel 1 tot en met 3 van gelezen hebt, zodat je goed op de hoogte bent van de markt. Dat je op de hoogte bent van Alibaba en Pinduoduo en JD.com, waar we ook in deze presentatie wat meer over gaan zien. Wat we gaan doen in deze video, ik ga jullie meenemen in de rest van de markt. We hebben dus twee belangrijke spelers hebben gezien. We hebben Alibaba gezien en we hebben Pinduoduo gezien. En we gaan kijken naar de andere spelers in de top 10. Wat je dan onder andere op zal vallen, is dat er bepaalde verbanden bestaan tussen de twee grote spelers die we al gezien hebben en ook de derde, JD.com, en andere spelers in die top 10. Wat ik ook met jullie ga doen aan het eind van deze video is ga even met jullie kijken naar Singles Day. Je hebt in de reader al het een en ander over kunnen lezen, met name over het feit dat je voorzichtig moet zijn met de interpretatie van cijfers en getallen die hier gecommuniceerd worden over Singles Day. En we gaan even kijken hoe dat precies in elkaar zit en ook hoe het zich verhoudt tot andere shopping festivals, zowel in als buiten China. Laten we snel beginnen. De eerste, als we kijken naar de top 10, en laat ik jullie de daadwerkelijke top 10 zien van China. En we gaan ze aflopen van nummer 1 naar nummer 10, dus van groot naar klein. Op de eerste plaats staat natuurlijk Alibaba. Met platforms als Tmall en Taobao zijn zij simpelweg de grootste in China. En zoals ik al ook vertelde, Alibaba heeft geïnvesteerd in heel veel verschillende divisies. En is daardoor in heel erg veel verschillende sectoren actief. En heeft daardoor vervolgens ook weer heel erg veel concurrenten. Omdat ze zo wijdverbreid actief zijn in China. Alibaba als platform hebben we gezien is gestart in 1999. En heeft op dit moment zo'n 757 miljoen gebruikers op haar retail platforms. Kijken we even niet naar de zakelijke platforms, maar puur op de retail platforms. Is daarmee nummer 1 in China. Op de tweede plaats, daar heb je over kunnen lezen in de reader, maar die hebben we niet in heel groot detail behandeld, maar wil ik toch iets meer over gaan vertellen in deze video. JD.com, ook wel Jingdong genaamd oorspronkelijk, gaat ook al een hele lange tijd terug, meer dan 20 jaar, maar de website JD.com Jingdong werd gelanceerd in 2004. En op dit moment hebben ze zo'n 442 jaarlijks actieve kopers op hun platform. Dat was in Q3 2020. De reden dat ik niet heel uitgebreid in ben gegaan eerder op JD.com en dat wel heb gedaan bij Alibaba en Pinduoduo, is dat Alibaba en Pinduoduo heel erg verschillen van wat wij gewend zijn in het Westen als e-commerce platforms. Wat we natuurlijk gezien hebben in het Westen is dat er, net zoals je ziet bij Alibaba en bij Pinduoduo, de afgelopen jaren steeds meer platforms, veel marktplaatsen op zijn gekomen, die je ook terug ziet komen binnen Amazon en bijvoorbeeld op bol.com. Dus andere partijen die zonder dat Bol en Amazon die goederen inkoopt, hun goederen verhandelen en daarmee bieden Bol en Amazon dus eigenlijk een verkoopkanaal aan andere partijen. En ze krijgen daar dus natuurlijk ook een gedeelte van de opbrengst van. Nou, dat is de marktplaats-tactiek. Die bestaat ook bij JD.com, zoals we zullen zien. Maar eigenlijk het grootste gedeelte van JD.com lijkt veel meer op de traditionele manier waarop Amazon en bijvoorbeeld ook een bol.com zaken deden. Dus het daadwerkelijke direct selling of e-tailing, zoals we het ook wel noemen. Dus een detailhandel online. Dat betekent dat zij de producten zelf inkopen en vervolgens weer verkopen. En dat is een groot verschil met Pinduoduo en Alibaba. Die eigenlijk geen producten inkopen. Zij faciliteren als marktplaats alleen die handel. Dat doet JD dus wel. JD.com die koopt die producten zelf in. Als je ook kijkt naar de verschillende categorieën bij JD.com. JD staat al heel lang bekend als met name een partij die veel elektronica verkoopt. Dus huishoudelijke apparatuur, computers, camera's en dergelijke. En zij zijn pas later, nou ongeveer misschien zo'n 10 jaar geleden of iets langer, zijn zij andere general merchandise zijn zij gaan toevoegen op hun platform. Maar het is nog steeds zo dat
Als je kleding wil kopen, dan gaan mensen eerder naar een Alibaba-platform als Taobao of Tmall toe dan dat ze naar JD.com gaan, omdat ze daar minder mee geassocieerd worden. Nou, JD die verdient dus ook een gedeelte van hun omzet, die je hier verdeeld ziet, aan de marktplaats en adverteren op die marktplaats. En ze hebben een divisie logistiek. Ze hebben ook een financiële divisie, maar die logistieke divisie, daar bieden ze bepaalde diensten, bieden ze ook aan klanten. Logistics as a service, zoals ze dat noemen. Wat ik ook graag wil aangeven is, Tencent is een van de belangrijkste internetbedrijven in China. Tencent die heeft verschillende initiatieven gehad voor e-commerce in het verleden. Is daar nooit echt heel erg succesvol in geweest. Net zoals Alibaba nooit echt succesvol is geweest in social media, is Tencent met social media platforms als QQ en WeChat altijd heel erg succesvol geweest in social media, maar nooit heel erg succesvol geweest in e-commerce. Wat zij op een gegeven moment gedaan heeft, zij heeft Tencent heeft een aandeel genomen in JD.com, 20%, en heeft eigenlijk alle e-commerce activiteiten grotendeels overgedragen. Wat je daarnaast ziet gebeuren bij Tencent is, zodra zij sterk investeren in een andere partij, een andere partner, dan krijgt zo'n partij in de WeChat Wallet, dus de betaal-app van WeChat, krijgen ze een hele prominente plek. En dat hebben we dus ook zien gebeuren bij JD.com. Je ziet het hier in het scherm aan de linkerkant, specials zie je daar staan. En als je daarop klikt, dan schiet je vervolgens door naar het JD.com platform. Dus op deze manier creëert Tencent via WeChat Wallet, traffic voor JD.com waarin zij geïnvesteerd heeft. En dat werkt beter dan dat zij zelf e-commerce initiatieven gaat ondernemen. Nou, zoals ik zei, het logistieke platform van JD.com is heel erg interessant. Zeker als je dat vergelijkt met Alibaba. Alibaba die heeft dus Taobao en Tmall als twee belangrijkste platforms voor business to consumer en consumer to consumer e-commerce. Maar zij hebben eigenlijk geen eigen logistieke apparaat. Wat ze hebben gedaan is Alibaba in samenwerking met een groot aantal logistieke dienstverleners in China hebben Cainiao hebben ze opgericht. En Cainiao die beschikt dus over die logistieke partijen die ingezet kunnen worden, over warehouses, over distributiecentra, om uiteindelijk de producten die verkocht worden door handelaren op het Alibaba platform bij de mensen thuis te krijgen. Nou, Alibaba is inmiddels groot aandeelhouder in die joint venture Cainiao, maar heeft in principe dus niet zelf zijn eigen logistieke assets, zijn warehouses en zijn trucks en dergelijke en couriers. Daar wordt gebruik gemaakt dus van de dienstverleners in dat Cainiao netwerk. En iemand die iets verkoopt op de Alibaba platforms kan vervolgens uit dat Cainiao netwerk kan een logistieke partij, een verzender, kiezen om dat te laten bezorgen bij de klant. JD.com werkt heel anders. JD heeft zich namelijk gericht op het uitbouwen van een eigen logistieke netwerk. Dus JD beschikt over zijn eigen magazijns. JD beschikt over zijn eigen trucks. JD beschikt over zijn eigen couriers die de pakketjes bij de mensen thuis brengen. En dat gaat verder tot in drones, tot in autonomous driving delivery cards, zoals we later ook zullen zien. Maar dit is een heel erg groot verschil tussen Alibaba en JD. Dus enerzijds dat JD de spullen zelf inkoopt en verkoopt. En het tweede dat JD zijn eigen logistieke kanaal heeft. Als je gaat kijken naar de omzet van de twee partijen, dan zul je ook zien dat de omzet die JD.com behaalt in China, die is veel hoger dan die van Alibaba. En JD staat daarmee als internetbedrijf zelfs op de derde plek in de wereld. Alleen, daar moeten alle inkopen van de verschillende producten moeten daar nog vanaf. En als je dat vervolgens gaat doorrekenen, dan zul je zien dat JD eigenlijk maar sinds 1 of 2 jaar echt winstgevend is geworden. Terwijl Alibaba dat al hele lange tijd is, omdat zij die producten niet zelf inkoopt. Dus de omzet van Alibaba is veel meer de daadwerkelijk verdiende omzet dan bij JD.com. Nou, JD, als je in een van de grotere steden woont van China, dan zul je JD ook kennen van de
couriers die rondrijden op dit soort driewielers. Ze gaan de hele stad gaan ze door om pakketjes te bezorgen. Ook andere couriersdiensten in de grote steden zie je gebruik maken van dit soort bezorgwagentjes. En eens in de zoveel tijd, in het verleden één keer per jaar, stapte de CEO van JD, Richard Liu, die stapte op zo'n wagentje om als PR, als public relations stunt, dan ook een dag lang pakketjes te gaan bezorgen. Maar dit is dus de manier waarop JD zijn spullen bezorgt. Dat heeft echter wel naar de toekomst toe een bepaald probleem. Dat brengt een uitdaging met zich mee. Want China heeft te maken met een verminderd aantal geboortes wat er plaatsvindt. Dus jullie kennen ongetwijfeld de eenkindspolitiek. Die is ingevoerd in het eind van de jaren 70. Waardoor de meeste Chinezen eigenlijk maar één kind mochten krijgen sindsdien. En dat was met name later in de jaren 80 en de jaren 90 en daarna is dat heel erg streng gehandhaafd. En er konden behoorlijke boetes erop staan en erger als je die regels overtrad. Dus de meeste Chinese ouders die hebben maar één kind gehad. Dat is op een gegeven moment is dat losgelaten. In 2016 is dat omgezet naar een tweekindspolitiek, waarbij dus eigenlijk de Chinezen waarvoor de eenkindspolitiek gold, nu een tweekindspolitiek geldt. Alleen wat we hebben gezien is in tegenstelling tot wat de overheid had gehoopt en had verwacht, is het aantal geboortes is eigenlijk alleen nog maar afgenomen. En dat heeft ermee te maken, enerzijds doordat het opvoeden van een kind heel erg duur is geworden, heel erg kostbaar is geworden, ook door de onderlinge concurrentie. Je wilt toch je kind de beste mogelijke opleiding wil je die geven. En dat is redelijk duur geworden in China. En daardoor kiezen heel veel ouders ervoor om maar één kind te nemen. En dan kunnen zij één kind heel goed voeden en een goede toekomst geven, wat ook weer belangrijk is voor hun eigen onderhoud, hun eigen levensonderhoud later, dan dat zij twee middelmatige kinderen opvoeden. Zo pragmatisch zit het in principe in elkaar. Maar deze generatie die op dit moment kinderen krijgt, is zelf ook opgegroeid als enig kind. Dus dat is voor hun eigenlijk de standaard, dat is normaal. Dus het is heel erg lastig om die mensen over te halen om een tweede kind te nemen. En er zitten allerlei nieuwe beleidsplannen zitten er aan te komen om dat verder te gaan stimuleren. Dus het zal mij niet verbazen als er binnenkort zoiets als een soort van kinderbijslag zal ontstaan in China. Maar dit is dus een probleem. En dit is met name een probleem omdat dit dus al een tijd aan de gang is. Als je kijkt mid van vorige eeuw, dan was de bevolking van China was eigenlijk verdeeld als een piramide. Heel erg veel jonge mensen, heel erg weinig oude mensen. Waarom? Gezondheidszorg was slecht, er waren hongersnood was er. Mensen werden over het algemeen gewoon niet heel erg oud. En er was ook veel sterfte natuurlijk dan ook onder kinderen. De samenleving van China ziet er nu ongeveer uit zoals het middelste plaatje. Dat is ook wat normaal is over de wereld. Maar beweegt zich toe naar het grafiekje aan de rechterkant, waarbij er heel erg veel ouderen zijn en relatief weinig jongeren. Dus een extreme vergrijzing gaat er optreden in China. Onder andere doordat die eenkindspolitiek eigenlijk veel te lang heeft voortgeduurd. Wat betekent dat in de praktijk? Dat betekent dat de werkzame bevolking binnen het land op dit moment al aan het dalen is. En dat zie je dus terugkomen in deze grafiek. Dus China krijgt echt een uitdaging. Ze zijn altijd de handjes van de wereld geweest, de fabriek van de wereld geweest. Heel erg veel gebaseerd op handenwerk, lage loonkosten. Maar het aantal arbeiders zal langzaam af gaan nemen. En wie gaat dan nog het werk doen? Vandaar dat China de laatste jaren heel erg sterk bezig is met automatisering, robotica in de fabrieken. En artificial intelligence, die uiteindelijk werk moet gaan overnemen van de Chinese mensen. Nou, dat heeft ook een impact op JD.com. Want JD die voorziet dat er inderdaad straks een tekort kan gaan ontstaan aan winkelmedewerkers, aan koeriers, aan mensen die in magazijnen werken. Dus zij spelen daar al op in en zij zijn zich al aan het voorbereiden op een toekomst waarbij alles veel meer geautomatiseerd is. En laten we eens een paar minuten even gaan kijken naar de visie die JD.com daarvoor heeft in China.
dit ziet, dan denk je misschien van wat een science fiction zeg. Dat is wel heel erg futuristisch allemaal. Maar ik kan je vertellen dat een hele hoop dingen die je hier in deze video ziet, niet alles, en het sluit niet allemaal naadloos op elkaar aan, maar een hele hoop van deze dingen bestaan al. Zo zie je onder andere dat er onbemande winkels zijn. En ik heb zelf een flink aantal van dat soort onbemande winkels bezocht in China. En ze werken in de praktijk gewoon. Dat is een van de onderdelen die we ook gaan bekijken in de e-learning training over New Retail. Maar andere zaken die je in dit filmpje tegenkomt, die zie je daadwerkelijk in China ook al gebeuren. Bijvoorbeeld, in Beijing en in Shanghai heeft JD.com al magazijnen, warehouses, met een hele hoge graad van automatisering. Zoals je bijvoorbeeld bij deze robotjes ziet en die robotarmen die pakketjes sorteren. Dat bestaat dus al in warehouses van JD.com. Ook autonoom rijdende autootjes, bezorgwagentjes, die worden al ingezet binnen China. Dat wil niet zeggen dat je ze overal in China ziet rijden. Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, in Wuhan tijdens de coronacrisis van 2020... reden er twee wagentjes op en neer tussen een magazijn en een ziekenhuis. Ook als test, maar om medische producten te bezorgen. Dus daar wordt al mee geëxperimenteerd. Ook de drones die je in het filmpje zag, worden al ingezet door JD.com. Waar ze op dit moment met name gebruikt worden, en dan moet je niet denken dat er in de steden overal drones rondvliegen. Maar als er een pakketje bij wijze van bezorgd moet worden in een heel afgelegen dorp. En stel je voor dat je een hele bergpas over zou moeten rijden of een heel meer rond zou moeten rijden om daar te komen voor één pakketje. Dat is dat geen efficiënte manier van logistiek. Dus wat JD dan doet, die laat dat pakketje dan bijvoorbeeld bezorgen, over die berg heen vliegen, over dat meer heen vliegen, om dat pakketje te droppen in een hub binnen dat dorp. En dat is natuurlijk vele malen efficiënter en minder kostbaar. Dus dit soort zaken worden al daadwerkelijk, wordt daarmee geëxperimenteerd door JD.com. Ook combinaties van drones die pakketjes afleveren bij een centraal hub, een distributiekanaal. En dat wordt vervolgens verder gebracht door zo'n autonoom wagentje. Daar wordt al mee getest. Deze twee foto's die je hier ziet, die zijn genomen een paar jaar geleden in Xi'an. De stad waar ik ook een paar jaar heb gewoond. En hier wordt dus al echt mee geëxperimenteerd in het dagelijks leven. Dus er is nog een hele lange weg te gaan. En ook Alibaba maakt gebruik van een aantal van dit soort componenten. Maar met name JD. Die lijkt de voorloper te zijn. We gaan hier zeker nog meer van zien naar de toekomst. Dus ook op dit gebied is China heel erg interessant als voorloper van dit soort technologie. Tot zover JD.com. Pindodo is de derde grootste partij. Nou, je weet waarschijnlijk nog uit de Pindodo video dat ik heb gezegd, Pindodo is de tweede grootste partij. Maar dat is op basis van het aantal gebruikers wat actief is op het platform. Dus Pindodo heeft meer gebruikers dan JD.com. Maar zoals je ook weet, de gemiddelde bestelling op Pindodo is vele malen kleiner dan op JD en op Alibaba's platforms. En daardoor staat Pindodo qua omzet of qua gross merchandise value, dat de waarde van de producten die verhandeld worden op het platform, op de derde plek. Pindodo is, zoals ik zei, heel erg snel opgekomen. Ze zijn begonnen, ze zijn gelanceerd in 2015. Ze hebben op dit moment zo'n 634 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de app en zo'n 731 miljoen jaarlijks actieve kopers, annual active buyers. In het derde kwartaal van 2020 was dat. Dus dat is nummer 3, Pindodo. En wat je ook hebt zien gebeuren bij JD, zie je ook gebeuren bij Pindodo. Tencent, opnieuw de partij achter WeChat, heeft geïnvesteerd. 16,9% aandeel hebben zij genomen in Pindodo. En hebben Pindodo vervolgens een prominente plek gegeven in de WeChat wallet. En klik je daarop, dan schiet je door naar de Pindodo website die je aan de rechterkant ziet. Dus je ziet waarschijnlijk al langzaam een patroon ontstaan. De vierde partij is Suning. Dus Suning is van oorsprong is dat eigenlijk een department store, een warenhuis. Heel erg sterk gericht waren zij op witgoed in het verleden. Consumenten, elektronica, huishoudelijke apparatuur. En zij zijn zich meer en meer zijn zich gaan richten op online. Ze hebben hun naam op een gegeven moment ook veranderd in Suning.com om dat verder te benadrukken. En Alibaba die heeft op een gegeven moment 20% aandeel genomen
in Suning. Suning zelf is dus al veel langer aan de gang sinds 1990 dan simpelweg het e-commerce tijdperk. Nummer 5 is een vergelijkbare partij, dat is Gourmet, of Gourmet zoals ze in het Engels worden genoemd. Gestart in 87, 3 jaar eerder al dan Suning, maar is een vergelijkbare partij. Ook van origine, offline warenhuis, veel gericht op consumenten, elektronica, etcetera, etcetera. En die zijn op een gegeven moment ook online gegaan, dus de 5e partij Gourmet. De 6e partij is VIP.com, in het verleden VIPshop. .com. Tegenwoordig noemen ze zichzelf VIP.com of Weipinggui in het Chinees. Gestart in 2008. Richt zich heel erg op luxe artikelen, maar dan tegen hele lage prijzen en flash sales. Wat we ook bij Pindodo zagen, flash sales, dat zijn dus verkopen waarbij een bepaalde aanbieding maar een hele korte termijn beschikbaar is, waardoor mensen eigenlijk door middel van scarcity marketing of hunger marketing worden gestimuleerd om snel dat product te kopen zolang het er nog is. Dus de prijzen voor deze artikelen die zijn dan normaal gesproken relatief laag in vergelijking met een Tmall bijvoorbeeld of een JD.com. Het platform had in het tweede kwartaal van 2020 bijna 40 miljoen actieve gebruikers in dat kwartaal. En als je gaat kijken naar het type klanten wat zij hebben bij VIPshop of VIP.com, dan zie je dat dat heel erg sterk neigt naar het profiel wat we ook hebben gezien bij Pindodo. Pindodo zie je op de tweede regel, op de laatste regel zie je VIP.com. Dus je ziet hier dat de mensen in de derde rangsteden en de vierde rangsteden heel erg sterk oververtegenwoordigd zijn binnen deze app. En dat heeft weer te maken met het feit dat de mensen in die kleinere steden en op het platteland veel prijsgevoeliger zijn, dus daardoor eerder gaan kijken op een VIP.com dan dat ze naar een Tmall bijvoorbeeld gaan. Tencent en JD hebben beide geïnvesteerd in VIP.com. En dat zie je dan vervolgens ook weer terugkomen in de apps van die partijen. Dus zoals je dat ook zag bij JD.com, zoals je dat zag bij Pindodo, is ook VIP.com door middel van de button flash sales aanwezig in de WeChat app. En ook als je gaat kijken bij JD.com binnen hun app, dan zie je daar ook VIP, zie je daar weer terugkomen als een knop waarbij je op kunt klikken en dan doorschiet naar het VIP platform waar JD en Tencent dus beide in geïnvesteerd hebben. De 7e partij is Yihaodian. Yihaodian betekent zoiets als eerste goede winkel of beste winkel. Is opgericht in 2008. Uiteindelijk is dat gekocht door Walmart. Walmart heeft daar een tijdje business mee gedaan met Yihaodian. Heeft uiteindelijk besloten dat dat toch niet helemaal bij hun core business hoorde. En die hebben dat verkocht aan JD.com. Walmart heeft daarvoor 5% van de aandelen van JD gekregen. Dus je ziet al relaties ontstaan dat Tencent en Walmart en JD, dat zijn strategische partners. En Tencent en Walmart hebben geïnvesteerd in JD.com. Yihaodian is dus verkocht aan JD.com en vormt nu onderdeel van JD.com. In deze analyse zie je hem nog op de 7e plaats staan. Waar Yihaodian in het verleden met name heel erg onbekend was, waren hun krankzinnige campagnes die ze vaak deden in China. En een hele bekende is deze. Op de muren van de tunnels naar de metrostations zag je vervolgens allerlei verschillende producten staan met daar QR-codes onder. En het idee was dat je dan als consument in principe met je telefoon langs zo'n billboard kon lopen en dan kon je, zoals je aan de rechterkant ziet, kon je die QR-code scannen en kon je het laten bestellen, thuis laten bezorgen. Nou, dit is natuurlijk niet iets wat gewoon de meest efficiënte manier van bestellen is, maar heeft wel heel erg gezorgd voor naamsbekendheid en try-outs van het Yihaodian platform. En schijnbaar is het dusdanig interessant geweest dat JD.com bij een campagne die zij in Indonesië deden eigenlijk hetzelfde principe heeft gebruikt. Dus we zien dat soort campagnes zien we dus op andere plekken in de wereld zien we terugkomen. Dat was Yihaodian, onderdeel dus van JD.com. Op de 8e plaats vinden we Tangdang. Tangdang was van oorsprong een webshop opgericht in 1999, dus hetzelfde jaar als Alibaba. En richtte zich oorspronkelijk op boeken.
Dus het was eigenlijk een beetje de Chinese Amazon. En vergelijkbaar met Amazon zijn zij steeds meer en meer verschillende producten gaan aanbieden. Dus je vindt nu allerlei verschillende artikelen op Dangdang. Het gaat niet zo heel erg goed met Dangdang. Er zijn wat schandalen ook geweest rondom de eigenaars van het bedrijf. Dus het zal mij niet verbazen als zij langzaamaan gaan verdwijnen uit deze lijst. Op de 9e plaats een hele interessante partij, Mogujie. Mogujie betekent vertaald Champignonstraat, Mushroom Street. En is van origine opgericht in 2011. En is van origine was het een soort van Pinterest-achtig platform waar mensen collages konden maken van foto's en die met elkaar konden delen. Uiteindelijk wat er is gebeurd is dat Mogujie de traffic die zij hadden binnen hun app zijn gaan doorleiden naar Taobao, zodat vervolgens mensen die producten die zij op Mogujie zagen ook daadwerkelijk konden kopen op Taobao. Uiteindelijk wat je dan vaak ziet gebeuren, als dat succesvol blijkt te zijn, dan gaat zo'n partij dat zelf doen. Dus Mogujie die heeft zijn eigen back-end e-commerce infrastructuur gebouwd om mensen daadwerkelijk op hun eigen platform te kunnen laten kopen. Nou, wat je ziet is dat Mogujie had in het eerste kwartaal, dit zijn de meest recente cijfers die ik heb kunnen vinden in hun financiële rapportages, in het eerste kwartaal van 2019 hadden zij ruim 67 miljoen maandelijks actieve gebruikers op hun mobiele app. Dat betekent mensen die daadwerkelijk gebruik maken van die app. En ze hadden 3,6 miljoen jaarlijks actieve kopers in het eerste kwartaal van dit jaar. Dus dan zie je al dat het een app is die misschien heel erg veel wordt gebruikt, met name om net zoals bij Pinterest inspiratie op te doen. Maar een gedeelte van de daadwerkelijk gebruikers die koopt ook daadwerkelijk op het platform. Dus Mogujie. Nou, ook hier zien we dat Mogujie, daar heeft Tencent in geïnvesteerd. Mogujie heeft een plek gekregen binnen de WeChat Wallet. En als je daar klikt op Mogujie, dan kom je terecht op in het Mogujie platform, in de Mogujie app. En het draait met name om fashion voor dames. Op de laatste plaats, Jumei. Jumei is eigenlijk al langzaam aan het verdwijnen uit deze top 10. Het is opgericht in 2010. Ze hebben een beursgang gehad in 2014. Ze staan met name bekend om hun fashion en lifestyle producten. Er is ook veel verkoop geweest van make-up producten. Maar Jumei heeft een aantal flinke schandalen en problemen gehad rondom wat ik eerder beschreven heb, Shanghai. Wat je ook leest in de reader. Namaakartikelen. Nou, en met name bij producten zoals skin creams, make-up producten, is dat natuurlijk wel heel erg schadelijk als dat blijkt geen echt product te zijn. Want wie weet wat erin zit en wat je op je huid smeert. Dus het gaat niet zo heel erg goed met Jumei en het zal mij niet verbazen als we die langzaam zien verdwijnen. De laatste nieuws wat ik erover gehoord heb is dat ze ook van plan zijn om die beursgang die ze in 2014 hebben gedaan om te draaien en eigenlijk zichzelf weer van de markt te halen en weer een privaat bedrijf te worden. Nou, ik heb je de top 10 laten zien. En je bent waarschijnlijk benieuwd van, nou, hoe is die verdeling nou binnen die top 10?
Nou, normaal gesproken maak je daar een hele mooie taartdiagram van, pie chart. Maar als je dat hier zou doen, dan werd het behoorlijk onleesbaar. Dus ze staan hier bij elkaar in een staafdiagram. En dan zie je dat Alibaba, dus met alle retail platforms, ruim 55% van de markt in handen heeft. JD 16,7%, een stuk kleiner, maar nog steeds de tweede partij in China. Pinduoduo 7,3%, heeft misschien de meeste gebruikers, maar de waarde van wat er verkocht wordt aan producten op een platform is een stuk minder. En dan neemt het al heel erg snel af naar de 0, nog wat procent van Jumai, die hier op de 10e plaats ziet staan. Dus als je daarnaast gaat kijken naar die verbanden die ik liet zien, dat JD.com en Pinduoduo, VIP.com, Yigaojian en Mogujian zijn allemaal partijen waar Tencent en of JD in geïnvesteerd heeft, dan zie je al met die groene kleur zie je een bepaald kamp ontstaan. Terwijl aan de andere kant heb je Alibaba, die ook weer heeft geïnvesteerd in Suning, zie je ook als een hele sterke partij. Dus er zijn al twee kampen zijn er aan het ontstaan. En wat dan met name eigenlijk opvalt is dat de andere zelfstandige partijen eigenlijk heel klein zijn of GoMei eigenlijk niet meer dan 1,3% van de markt in handen heeft. Dat betekent dus dat e-commerce in China voor wat betreft volume, voor grotere marktaandelen, grotendeels plaatsvindt bij Alibaba en bij Tencent, JD en daaraan gerelateerde partijen. Dat marktaandeel, dat is wel iets veranderd. Het is redelijk stabiel gebleven over de afgelopen jaren voor JD.com. Dat zijn de blauwe balkjes die je hier ziet. Terwijl Pinduoduo is de markt ingekomen. En die zie je dat hij ook langzaamaan zijn marktaandeel heeft uitgebouwd. Zoals we hebben gezien in de Pinduoduo video. En dat is eigenlijk ten koste gegaan van Alibaba. Alibaba die had echt het begin van het afgelopen decennium had hij nog 80% van de markt in handen. En dat is langzaam afgenomen tot iets meer dan 60%. En dat hebben ze met name af moeten staan. Een stukje aan JD, een flink stuk aan Pinduoduo en aan een aantal kleinere marktpartijen in China. Desalniettemin is het zo dat Alibaba als totaalbedrijf natuurlijk nog steeds enorm groeit. De taart wordt steeds groter, alleen het stukje van de taart wat Alibaba heeft is wel flink kleiner geworden. Dat is dus de top 10. Maar dat is eigenlijk in China is dat maar het topje van de ijsberg. En wat ik heb gedaan, ik heb deze afbeelding van iResearch heb ik genomen om een beetje een idee te geven wat er allemaal nog meer in de markt zit. Dus wat we hebben gezien in die top 10, je ziet er hier een aantal terugkomen. Je ziet er Amazon.cn zie je nog bij staan. Daar ga ik iets meer over vertellen in de presentatie, in de video over cross-border e-commerce. Maar de andere zijn over het algemeen partijen uit die top. Uit die top 10. Pinduoduo komt hier nog niet in voor omdat dit een plaatje is van 2016. Maar het gaat in principe om het idee dat bovenin de markt heb je de gevestigde grote partijen. En heb je daaronder heb je nog allerlei verschillende gespecialiseerde websites en verticals. Die zich dus bezighouden met specifieke type producten of specifieke doelgroepen. Nou, een aantal van die partijen die zul je ook weer terug zien komen, zoals ik zei, in de presentatie over cross-border e-commerce. Dat dat echt een soort van gespecialiseerde tak is binnen China. Nou, daarnaast heb je social media marketing partijen. Je hebt ook steeds meer platforms die zich bezighouden met de verkoop van tweedehands producten. Zoals ik zei in een van de eerdere video's, toen eBay naar China kwam, nou, het model van eBay zoals ze zijn begonnen in Amerika, het verkopen van tweedehands producten, dat bestond eigenlijk nog niet in China. Maar inmiddels zijn we zoveel jaren verder dat mensen de spullen die zij eerder hebben gekocht nu ook van de hand doen op dat soort platforms. Is een groeiend marktsegment. Daarnaast heb je natuurlijk allerlei verschillende dienstverleners die nodig zijn om dit soort gefaciliteerde handel ook daadwerkelijk te laten gebeuren. Zoals payment, nou onder andere Alipay van Alibaba en WeChat Pay komen daarin voor. En nog een aantal kleinere partijen. Er zijn ook specifieke bedrijven die zich bezighouden met het operationele aspecten van e-commerce. En natuurlijk verschillende logistieke partijen. We hebben gesproken over JD, die heeft zijn eigen apparaat. Maar andere partijen, EMS bijvoorbeeld, SF, die zie je heel veel couriers hier daarvan rondrijden in China. En een aantal daarvan zijn ook onderdeel weer van dat Cainiao-netwerk van Alibaba.
Maar wat er daarnaast nog twee belangrijke blokken zijn, is entrance. Er zijn ook een aantal websites die zich echt bezighouden en optreden als shopping guides. En onderin zie je dan weer partijen zoals Baidu, de grootste zoekmachine in China, WeChat, maar ook social media als Weibo, die een soort van aanjager zijn van traffic naar die verschillende e-commerce platforms. Dus dit is een plaatje. Bekijk het eens op je gemak. Misschien zeker als je zelf aan de slag wil met e-commerce in China. Ga dan kijken welk van deze het meest relevant zijn voor jou om samen te werken. Want het hoeft niet altijd te betekenen dat de grote partijen, de Pindodo's, de Alibaba's en de JD.com's de beste optie zijn voor jouw product en jouw bedrijf. Ik ga deze video afsluiten met wat informatie over Singles Day. Je hebt er al over kunnen lezen in de reader. Je hebt hier in deze slide, zie je het ook daadwerkelijk gebeuren. Dit is een foto uit 2011 of 2012 van een postagentschap of een couriersmagazijn. Wat volledig overspoeld is en niet berekend was op het gigantische volume aan pakketjes wat er gegenereerd werd door Singles Day. Singles Day is een shoppingfestival wat in het leven is geroepen door Alibaba. Niet is verzonnen. Singles Day als dag is niet verzonnen door Alibaba. Maar Alibaba heeft het gepakt en heeft daar een shoppingfestival van gemaakt. Ze hebben het idee van singles hebben ze een beetje losgelaten. Ze spreken tegenwoordig over Shuangxi of 11-11, 2-11 of Double 11. En zo promoten zij het eigenlijk. Dus het gaat over de 11e november. En het is dus een gigantisch shoppingfestival waarbij heel China online gaat kijken naar leuke dealtjes. En allerlei verkopers op platforms van Taobao en Tmall worden ook gestimuleerd om zo'n veel mogelijk korting weg te geven, omdat men op die dag echt op zoek is naar een koopje. Nou, dat heeft ertoe geleid dat Singles Day echt een fenomeen is geworden. Je hebt de laatste 5 jaar misschien, heb je steeds vaker ook in de media voorbij zien komen, de westerse media. En er zijn zelfs partijen in Nederland die gebruik zijn gaan maken van het etiket Singles Day en daar ook een shoppingfestival van maken. En dat hebben we gekopieerd dus eigenlijk uit China. Nou, de afgelopen jaren is dat met ongeveer om en nabij de 25% is dat blijven groeien. Je ziet het hier dat dit jaar in 2020 lijkt er een groei van 86% te zijn, omdat er in één keer heel erg veel is verkocht. Dit zijn cijfers in renminbi. En ik laat je direct ook de cijfers zien in dollars. Een van de hele interessante aspecten die je zag tijdens Singles Day al in voorgaande jaren, is dat 90% van het totale volume wat er dan bij Alibaba met Singles Day voorbij kwam, want dit zijn cijfers van Alibaba, werd besteld via de mobiele telefoon. Nou, je kunt je uit de eerste video waarschijnlijk nog herinneren dat ik heb gezegd dat eigenlijk er geen verschil meer is tussen e-commerce en m-commerce, mobile commerce, omdat het bijna allemaal op de mobiele telefoon gebeurt. En dit is een van de manieren waar je op je dit dus terug ziet komen. 90% van de aankopen werd gedaan via mobiele telefoon. Dus e-commerce is m-commerce in China. Dit zijn de cijfers nog een keer in dollars. Nou, wat heel belangrijk is en wat ook in de reader beschreven staat om je te beseffen bij dat Singles Day, is elk jaar laat Alibaba ongeveer dus weer 25% groei zien. Maar ze hebben de regels de afgelopen jaren wel veranderd. Uiteindelijk is het tegenwoordig zo dat je op 21 oktober begint er al een pre-sale. En dan beginnen mensen al bepaalde koopjes aan te bieden. Met coupons, met aanbetalingen die je dan eigenlijk al klaar kunt zetten en vervolgens op 11-11 af kunt rekenen. Dus je kunt je afvragen of Singles Day dan eigenlijk nog wel een day is, of Double 11 eigenlijk nog om één dag gaat, of dat het eigenlijk iets is wat over 3 weken gaat. Daarom zie je dus dat eigenlijk die groei blijft maar aanhouden. De vraag is dus echt van, ja, is die groei, als dat op één dag plaats zou vinden, daadwerkelijk zo groot? Wat Alibaba daarnaast doet, is ze voegen steeds meer verschillende categorieën, ook met hoge waarde producten zoals travel, ze voegen new retail, ze voegen steeds meer toe in datgene wat ze meerekenen bij Singles Day om die groei maar te laten zien. Dus wat ik ook in het artikel zeg, pas op met het interpreteren van dit soort cijfers. Ik heb dat zelf eens een keer geanalyseerd. Afgelopen jaar waren er een aantal momenten gedurende de dag dat Alibaba de verkopen communiceerde. En dan zag je dat eigenlijk een heel groot gedeelte vond al meteen in dat eerste
uur of zelfs het eerste half uur van Singles Day plaats. Dus na 12 uur, voordat mensen gaan slapen schijnbaar. En zijn ze dan allemaal als een gek, zijn ze aan het winkelen? Nee, wat ze doen, is ze hebben eigenlijk alles al klaarstaan, ze rekenen af en ze gaan dan naar bed. Daarom zie je in het eerste uur van Singles Day zo gigantisch veel omzet, allemaal te maken heeft met die hele voorverkoop die al 3 weken bezig is. En dan zie je langzaam aan dat het eigenlijk daarna een lineair patroon begint te krijgen gedurende de dag. Maar het heel groot gedeelte is dus in principe al klaargezet. Nou, dit jaar is dat eigenlijk nog eens verder aangepast. Want wat je hebt zien gebeuren dit jaar is dat ze zijn opnieuw begonnen op 21 oktober. Maar op 1 tot en met 3 november is er een sales window geweest. Dus mensen hoefden niet te wachten tot 11.11, maar konden daar ook al meteen afrekenen. Vervolgens is die pre-sale dan nog weer eens een keer doorgegaan en Double 11 was er een tweede window om af te rekenen. Dus eigenlijk zijn er 4 dagen geweest waarop mensen daadwerkelijk die deals konden kopen. Volgens Alibaba was dit met name gedaan om logistiek te zorgen voor wat ontlasting van het hele systeem. Maar uiteindelijk waar het dus op neerkomt is dat het nog steeds 3 weken zijn. En het zijn eigenlijk 2 shoppingfestivals geworden, 2 afrekenmomenten. En daarom zie je eigenlijk dat die verkoop in het afgelopen jaar zoveel hoger was. Maar niet bijna het dubbele. Alibaba is wel zo eerlijk geweest om te zeggen, als wij kijken naar die periode 1 tot en met 11 november, dan zien wij vervolgens dus dat als we dat vergelijken met vorig jaar, dan is de groei dus ongeveer weer 26% geweest. Dus geen groei van bijna 100%, maar een groei van 26%. Dus pas op met de interpretatie en het al te enthousiast opnemen van alle feiten die je voorgeschoteld krijgt over Singles Day. Er wordt toch wel een beetje gegoocheld met cijfers wat dat betreft. Singles Day is niet de enige. Wat wel interessant is om te zien is dat Alibaba die heeft dus Double 11, maar andere partijen in de markt die doen gewoon mee met het shoppingfestival van Alibaba. Wat heel leuk is om te zien is dat JD.com dus eigenlijk ook altijd al meedoet met een periode van 11 dagen. Dus die beginnen ook op 1 november en die kijken tot en met 11 november. Daar heeft Alibaba altijd veel kritiek over gehad richting JD.com. En nu doet Alibaba het dus zelf ook. Nou, JD.com heeft ook op zijn eigen oprichtingsdag op 18 juni hebben ze ook een shoppingfestival. Dat duurt 18 dagen dan in totaliteit. Aan dat festival doet dan Alibaba vervolgens natuurlijk ook weer mee. En je ziet hier ter vergelijking zie je ook even de cijfers, voor zover ik die nu beschikbaar heb, van Cyber Monday en Black Friday in de Verenigde Staten. En dan zie je wel wat een gigantisch verschil die shoppingfestivals in China en in de Verenigde Staten zijn. En ook hier is dit maar het topje van de ijsberg. Ga je verder kijken, dan zie je dat bijna alle grote platforms die hebben naast een aantal bekende feestdagen, zoals het Chinees Nieuwjaar, Valentijnsdag. Je ziet op 25 augustus zie je Qixi, dat is eigenlijk een soort Chinese Valentijnsdag. Dan heb je Mid-Autumn Festival en National Week. Dat wordt ook wel naar gerefereerd als de Golden Week. Waar mensen ook heel erg veel in reizen in China. Dat is een belangrijke consumptie. Periode en je hebt kerst. Nou, heel veel verschillende platforms. Je ziet Kaola, je ziet Suning, je ziet Xiaohongshu, zie je hier terugkomen. Je ziet op 16.8, dus 18 juni, zie je het festival van JD. Je ziet Singles Day en er is ook nog weer eens een keer zoiets als Double 12 Festival. Het gaat meestal meer over de offline winkels en de retail. Dus er zijn heel veel verschillende shoppingfestivals door het jaar heen te vinden in China. Er is een keer 2 jaar geleden een website geweest of een WeChat account. En die heeft op een rijtje gezet wanneer er allemaal shoppingfestivals in China zijn. En dan zie je dat ja, eigenlijk een heel groot gedeelte van de jaarkalender is al ingekleurd met allerlei verschillende campagneperioden. Dus opnieuw, het is niet alleen Singles Day, het is veel meer in China. Nou, wat kunnen wij hieruit leren als ondernemers, met name ook als je eventueel actief wil worden binnen e-commerce in China? Ik heb je de top 10 laten zien van de grootste spelers. Ik heb je ook laten zien hoe de marktaandelen zich verhouden en welke relaties er zijn tussen investeerders en samenwerkende partnerships. En ik heb je laten zien hoe Singles Day eigenlijk daadwerkelijk in zijn werk gaat.
En dat je moet uitkijken met de interpretatie van cijfers, maar dat er ook heel veel andere shoppingfestivals bestaan. Wat kun je hier als ondernemer mee, mocht je aan de slag willen in China? Allereerst moet je je dus beseffen dat eigenlijk het grootste gedeelte van de markt is verdeeld tussen Alibaba aan de ene kant en het Tencent en JD kamp met al hun investeringen aan de andere kant. Plus Pindodo dan nog voor met wel, toch wel een ander businessmodel. Dus zoals ik eerder zei, je ontkomt er bijna niet aan om iets met deze partijen te doen als je actief aan de slag wil gaan met e-commerce in China. Echter, het is ook zo dat er heel veel gespecialiseerde sites zijn, veel gespecialiseerde apps zijn en dat er heel veel verticals zijn binnen China die misschien een hele goede match kunnen zijn voor jouw product, doelgroep of jouw specifieke budget. Dus kijk ook verder naar die andere partijen of er iets is wat misschien beter bij jou aansluit en een beter alternatief voor jou is. Zoals ik zei, kijk ook niet al te veel alleen maar naar Singles Day. Alibaba, als je daarmee samenwerkt, zal je ook proberen over te halen om daaraan mee te doen. Maar Singles Day krijgt de meeste PR, maar het is niet het enige shoppingfestival in China, wel het grootste natuurlijk. En als je meedoet, dan kan het zijn dat je toch behoorlijk moet investeren in die zichtbaarheid waar ik het eerder over gehad heb, ook bij Alibaba. En dat je behoorlijk wat marge in moet leveren. Dus dat je uiteindelijk misschien wel met verlies verkoopt. Dat kan een strategie zijn, misschien om een voet binnen de deur te krijgen bij verschillende consumenten. Om ze beter kennis te laten maken met je merk. Maar over het algemeen is het toch zo dat ze eerst je merk moeten kennen in China voordat ze je product überhaupt willen kopen. Nou, tot zover deze vierde video. In de volgende video gaan we kijken naar cross-border commerce. Dus als je vanuit het buitenland je producten wil verkopen in China, lees eventueel daarvoor het volgende deel ook, deel 4 in de reader, zodat je iets beter op de hoogte bent en dan laat ik je in de volgende video een aantal zaken zien. Dankjewel.